Welkom bij Loïcs Filmfestijn. We gaan kijken naar Pluk van de Plettenflat. Pluk en Plettenvet. Met Jack Woutersen. Veel plezier. Veel plezier. Voor mijn eerste film was Tarzan en toen was het meteen verkocht. En het is heel belangrijk dat kinderen naar films gaan, naar goede films gaan. Omdat ik vind dat mensen sowieso één keer per week uit moeten gaan. Of dat nou ook een set of een film of een toneelstuk of een museum, dat maakt niet zoveel uit. Maar het feit dat dat heel leuk is, moet je geleerd krijgen. En dat, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Een plek, wie weet een plek voor zich. Je hoort meteen wat ze ervan vinden en op welke momenten en wat goed is en wat saaier is. Ik heb hem op DVD, maar ik vind hem heel leuk. Kijk, Archie mag niet buiten spelen, want mijn moeder is bang dat ze dan vies wordt. Je moest altijd binnen blijven. Hij had geen huis. Ja, want de moeder zegt dan, je mag nooit meer bij Pluk in de buurt zijn. Want het bovenste kamertje in de pettenflat. Mevrouw Helder woont beneden en zij heeft last van dat lawaai. Omdat er een kakkelak in woont, gaat mevrouw Helder erin. Maar allemaal duiven gekomen en die poepten allemaal op het huisje van Pluk. Toen gingen ze zo steeds vliegen naar haar toe en toen gingen ze zo op haar poepen. Een plek, wie weet een plek voor Pluk. Ik vraag niet al te veel, geen paleis of een kasteel, geen bungalow, geen villa. Hé, nou weet ik het weer, hier woon ik. Oh. Papa! Waar was je nou? Pluk heeft mij naar huis gebracht. Nou, gelukkig maar, hè. Dankjewel. Ik ben net bezig friet te bakken. Kom maar binnen, ga je mee eten? Ja, dat is tegen het lawaai. Oh. Let maar niet op de rommel. Mevrouw Helder, die woont onder ons. Ken je die? Nou, nog. Ja. Ja, mevrouw Helder, die had geklaagd over lawaai. Kleine stampertjes die stampen. Jongens, de friet is klaar. Je moet wel gelijkwaardig zijn aan die kinderen en ze zien als acteur ook. Gewoon geweldig, ik vind die stampertjes om op te vreten. Jack Woutersen, wat is mijn tekst ook alweer? Ja, dat is heel leuk en dan denk je in één keer van, wat zit die zacht en dan heeft er een in zijn broek gepoept. Wat wordt je volgende kinderproject? Ik ga iets documentaire-achtig doen met kinderen, met allemaal verschillende kinderen uit verschillende wijken in Rotterdam. Om te laten zien dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. Maar daar ga ik van alles mee doen, mee koken, mee spelen, mee praten. Dat is het eigenlijk. Een plek.